Boze kermisexploitanten hebben een gesprek gehad met de gemeente Eindhoven over het afblazen van Park Hilaria, maar dat heeft weinig opgeleverd. De gemeente en Eindhoven 247 besloten deze week dat de kermis dit jaar definitief niet doorgaat, omdat het te moeilijk zou zijn om 1,5 meter afstand te houden. De exploitanten noemen dat een onzinargument. Ze eisten een gesprek met burgemeester Jorritsma. Ze kregen een afspraak met wethouder List van evenementen, maar die ging niet in op hun eisen. De exploitanten dreigden eerder met acties. Het is onduidelijk of die er nu gaan komen.